dat weer? Nee, echt niet. Ja. En stelt dan uit hoor. Ja, laat hem maar thuis. Ja, voilà. En die smink, Sofie, heb je daarvoor één iets nodig? Nee, hè. Denk op je niet? Op je en smink. Nee, stik dat maar vlug weg. Allemaal in sokkels. En die sokkels laat je ook weer thuis. Veel te schoon. Kijk, zie. Hé, schoen, zoals daar, dat doet nu al pijn. Die rotsen, ik ga zeker spieren. Ah, oh, nee, nee, echt. Dat moet nu af. En zeg, Sofie, die kleren. Als ik zo van haar af wil, dan is iedereen mijn onder. Nee, ah, nee. Maar waarom dat? Speelkleren nodig. Enkel vuile kleren, speelkleren. Voilà. Dat waren de gedachten van de hoofdmonitoren Sofie en Laura. Dat is dat dan een opdracht voor jullie. Wat gaat die uitleggen? Dus, wat is de bedoeling? We hebben een uitdaging. Jullie springen in het water. Maakt niet uit waar. Je maakt daar een filmpje van en je doet dat alleen of samen met vrienden. Wat is de bedoeling dat je ons op Facebook toevoegt als vriendjes, namelijk Sofie Huilenbroek en Laura Braal. En dan post je je filmpje op Facebook. Je tagt ons in je bericht. Dan zien wij al deze filmpjes op onze Facebook verschijnen. En kunnen wij bepalen wie het origineelst was. Wie het origineelst was alleen of samen met de vriendjes. Krijgt van ons een prijs. Doe jullie best. Voilà, en met origineel bedoelen we niet gevaarlijk. Zeker niet gevaarlijk. Oké, Laura, zijn jullie er klaar voor? Sofie, zijn jullie er klaar voor? Zal wel zijn. Ping, pong, bal. Sofie en Braal.